Breda Nu. Je weet het meteen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Poppodium Phoenix. Welkom bij een nieuwe aflevering van On Stage. In deze uitzending is de gast band Bridget and the Goldfish. Gaan we langs bij een optreden van de Royal Spuds en krijgen we weer muziekles van de Popdokter. Ondertussen staan wij op het podium bij Bridget and the Goldfish. En dan ben ik eerst benieuwd, Bridget, welk nummer gaan jullie voor spelen? We beginnen met Viajando, een lied wat ik onderweg in Zuid-Amerika heb geschreven. Dus het is Spaans? Ja, klopt. En wat betekent het? Omdat je onderweg ook mensen tegen kan komen die je doen denken aan mensen van thuis. Zijn jullie klaar voor? Ja. Succes. Dankjewel. De band The Royal Spuds is bezig met de release tour van hun EP The Forgotten Lore. Ter gelegenheid hiervan gaven zij ook een optreden in Poppodium Phoenix. We'll be right back.
ze zit bij ons op de bank, Bridget en de Goldfish. En dan vraag ik me wel af, jij bent Bridget, maar wie is de Goldfish? Allemaal. Wij met z'n tweeën. Ja. Waarvan is dat? Dat is begonnen bij een bandlid die er nu niet bij is. Die vergat eigenlijk iedere keer een lied wat we een paar weken achter elkaar hadden gespeeld. En zei die van, ja, maar die hebben we nog nooit gespeeld. En toen zei ik, je bent in de goudvis. Iedere week doen we het eigenlijk opnieuw. Dus daar begon het eigenlijk mee. En jullie nummers, ik heb begrepen dat, of gehoord ook, dat in Spaans ook wordt gezongen. En dat kwam met name omdat jij door Zuid-Amerika had gereisd, toch? Ja. Als ik me niet vergis. Ik ben eerst lang geleden een jaar au pair geweest in Frankrijk. Dus daarom schrijf ik af en toe in het Frans. En daarna ben ik dus 5 jaar terug, heb ik een jaar door Zuid-Amerika gereisd. Dus spreek ik nu Spaans en schrijf ik ook in Spaans. En waar gaan de nummers dan over? Want ik denk dat heel veel mensen geen Spaans spreken en ik zelf ook niet. Ja, nou, de nummers in het Frans en het Spaans die hebben niet zo heel veel diepgang. Die zijn meer gewoon eigenlijk voor plezier. En die gaan over reizen of over de liefde, dat soort dingen. En de nummers in het Engels, daar zoek ik wel wat meer de diepgang in. In de zin van, welke problematiek zoek je op? Nou, het laatste nummer wat ik heb geschreven gaat over dat iedereen zo mak is en naar zijn telefoon kijkt en geen contact met elkaar maakt en nooit meer in protest komt. En ander nummer wat ik heb gaat over de vluchtelingencrisis of ander lied gaat over wat ik vind hoe tegen vrouwen aangekeken wordt. Dus ik kan daar lekker mijn ei in kwijt. Ja. Zijn jullie het dan altijd mee eens? Dat is een hele goede vraag, maar dat waarschijnlijk ook omdat mijn Frans niet zo goed is, dat ik de helft niet versta. Maar gelukkig kun jij dat goed voor mij vertalen, dus dat, ik ben het daar wel mee eens. Ja, en hoe zijn jullie nou met z'n vieren dan, zullen we nu even met z'n drieën doen, bij elkaar gekomen? Even denken, hoe is het begonnen? Vroeger heb ik mezelf bij bandjes gevoegd en probeerde ik wat dingen en dat lukte niet echt. En in de loop der tijd ben ik op een gegeven moment het andersom gaan doen, maar meer op mijn eigen werk focussen. En mensen om me heen verzamelen die ik goed vind. En dat is begonnen bij David, die normaal meespeelt op mandoline en banjo. En later zijn deze mensen erbij gekomen. Roeland, wij spelen nu al een paar jaar samen. En Annemarie is sinds een jaar bijna op achtergrondzang. Dus. Wat wordt nou het hoogtepunt voor 2019? Het hoogtepunt voor 2019? Nou, ik ben wel heel benieuwd naar dat festival, ja, waar we spelen. Ja, lijkt me wel een heel toffe plek. Ja. Als laatste vraag, hoe kunnen jullie volgen of vinden? www.bridgetandthegoldfish.com, maar ook op social media, Facebook, Instagram. We staan ook op Spotify, dus je kunt ons daar vinden. Dan mag ik jullie heel erg bedanken dat jullie aanwezig bij ons wilden zijn. En dan schakelen wij nu over naar de Popdokter. Tijd voor een nieuwe aflevering van de Popdokter. Deze keer in de Popdokter gaan we het hebben over bands met dierennamen. In de jaren 60 waren de bands zoals The Birds, The Cats, The Beatles en The Animals. Bekend natuurlijk van de grote hit The House of the Rising Sun. Tegenwoordig worden dieren nog steeds als bandnaam gebruikt. Onder andere de Pussycat Dolls, Scorpions, The Wolf en All City met het nummer Fireflies. En natuurlijk niet te vergeten, de nog niet zo lang geleden, overleden Johnny Lyon met zijn grote hit Sofietje. Zij dronk Ranja met een liedje, met Sofietje. Tot zover weer een aflevering van de Popdokter. Graag tot de volgende keer. Ja, beste kijkers, dit was het dan weer voor vandaag onstage. Heb je nou ook een muzikaal talent, net als deze band? Laat het ons even weten door een mailtje te sturen naar het onderstaande e-mailadres. En misschien dat we jullie in de volgende uitzending wel terugzien. Voor nu, bedankt voor het kijken. En we gaan nog één keer luisteren naar Bridget and the Goldfish. Bridget, dan ben ik benieuwd. Is jullie laatste nummer ook Spaans? Die heeft wel een Spaans refrein, ja. De coupletten in het Engels. Ben je er klaar voor? Ja, zeker. Succes. Dankjewel. Bright, it's gonna be a cold one.
smell of burning fields, brushes around my nose. There's always room for more. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Poppodium Phoenix.